basisdebutant Marvin Reuvers. Nou, beter kan je je basisdebuut eigenlijk niet beleven met zijn overwinning. Ja, nee, zeker niet. Avondje NAC, we winnen, 3 punten. Ja, beter kan niet, denk ik. Hoe vond je dat je zelf speelde? Je hebt ruim 70 minuten gespeeld. Hoe ging het? De eerste 10 minuten dan moet je even een beetje je draai vinden, hoe je moet lopen. En dan is het natuurlijk even wennen, want normaal, ik heb afgelopen maandag nog tegen Jong FC Dordrecht gespeeld. En nu speel je ineens in het Radverlegstadion voor 18.000 man. Ja, dan is het even zoeken, maar over het algemeen ben ik wel tevreden, denk ik. Was dat dan ook de reden waarom dat je werd gewisseld na 70 minuten, omdat je al een wedstrijd in de been had? Nee, ik denk niet dat dat de reden was, maar ik zat er op een gegeven moment helemaal erin. Ik denk dat het dan verstandig is om gewoon te wisselen. Wat gaat er door je heen op het moment dat de trainer tegen jou zegt van Marvin, jij gaat spelen tegen Heracles? Ja, onwijs trots natuurlijk. En dat doe je het uiteindelijk voor om in dit stadion te voetballen voor zoveel man. Ja, hartstikke mooi natuurlijk. Je bent een echte Brabantse jongen, kind van de club. Dat moet fantastisch zijn. Ja, het moet zeker fantastisch zijn. Ik bedoel, je voetbalt hier al zo lang en als je dan eindelijk hier je basisdebuut mag maken, is dat natuurlijk hartstikke mooi. Ja, en we zeiden het net al even, dan win je. En wat ga je nou doen na zo'n overwinning? Ja, wat ga je nou? Ik weet het niet. Ik ga het eerst even laten bezinken en dan zie ik straks wel wat ik ga doen. Gaat er nog een biertje naar binnen vanavond of niet? Nou, weet ik niet. We trainen morgen gewoon weer, dus kunnen we niet te gek doen. Hè? Kun je trouwens goed stappen in Stamperschat of niet? Ja, het is maar net hoe gek je het zelf wil maken. Kan altijd.